Ja. Dit zijn beelden van Aisha Rieke een paar maanden voor haar ontvoering tijdens een vakantie met haar pleegouders. Hoe heet het, die bloemen? Het meisje werd destijds door de kinderbescherming bij de familie Staal in Haren ondergebracht. Omdat haar eigen moeder vanwege drank- en drugsproblemen niet langer voor haar kon zorgen. Ze waren in het vijfde pleeggezin waar ze kwam. En ze kwam bij ons toen ze drie was. In de zomer van 2007 gaat het mis. In het kader van een bezoekregeling gaan Aisha en haar moeder een dagje naar de dierentuin in Emmen. Tenminste, dat is de afspraak. Een dag later worden de twee gezien op een boot van Zuid-Spanje naar Marokko. Het geboorteland van de vader van Aisha. Het gaat om de 39-jarige Marokkaanse Nederlander Dries B. Hij wordt door de politie aan de tand gevoeld, maar ontkent elke betrokkenheid. En daarmee loopt het spoor voor justitie dood. Tot april dit jaar. In het kader van een omvangrijk drugsonderzoek worden er op 24 plaatsen in Nederland invallen gedaan. Waaronder in een aantal growshops in Groningen. Er worden in totaal 15 verdachten opgepakt, onder wie de vader van Aisha. Hij zou vanuit Groningen leiding geven aan een internationaal opererende drugsbende. Hij wordt verdacht van uh, uitvoer van uh, hennep, verdovende middelen. en uh, deelname aan een criminele organisatie. Justitie vermoedt dat hij grote sommen geld heeft geïnvesteerd in Marokko. Het geld zou onder meer zijn uitgegeven aan onroerend goed en luxegoederen. Tijdens het in kaart brengen van zijn vermogen stuit de politie op een landgoed in de Marokkaanse kustplaats Mohammedia, even ten noorden van Casablanca. Het blijkt de huidige verblijfplaats van de inmiddels 9-jarige Aisha en haar moeder Alexandra Riek.